De ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zouden een actievere rol moeten nemen bij het beschermen van het cultureel erfgoed van Suriname. Stafmedewerker Directoraat Cultuur Johan Rozer deed deze oproep vandaag bij de launch van de capaciteitstraining Implementatie Erfgoedwetten en Regelgeving Districtscommissariaten. Volgens Rozer zitten wij verlegen om aangepaste wet en regelgeving. Dus we willen uw medewerking vragen, minister, om zeker in het kader van versterking van de handhaving in de districten, in regionaal en decentraal verband, dat we dat in orde kunnen maken. En dat die samenwerking zo meer diepgang kan krijgen en ook een goede grondslag heeft. En dat geldt dus ook voor mevrouw Mangree als voorzitter van de vaste commissie onderwijs. Dat in zeker in 3 gevallen de wetten naar de assemblee zullen moeten worden gestuurd ter goedkeuring. En dan heb ik het over de internationale richtlijnen voor de archeologie. Als u uw medewerking wil verlenen, we staan open als erfgoedorganisatie en instellingen. En we willen u altijd voorzien van informatie. Maar we kunnen ook van u vragen dat u een activistische rol gaat vervullen in het helpen beschermen van ons cultureel erfgoed en dat u als wetgever daar een bijdrage aan levert. Rozer zegt verder dat de Surinaamse wetgeving op het gebied van bescherming van cultureel erfgoed moet worden aangepast. De training die wordt verzorgd is volgens Rozer een mijlpaal, omdat er meteen een grote stap is gezet om de bescherming van het Surinaams erfgoed serieuzer te nemen. Onderwijsminister Levens zegt dat het belang van erfgoed vanaf de schoolbanken moet worden benadrukt. Onlangs is tijdens werkzaamheden van het bedrijf Rosebel Gold Mines NV een archeologische vondst gedaan te Peking Saramaka. Een medewerker van het bedrijf stuitte op een gepolijste stenen bijl. Naast de bijl blijken er ook potscherven in de grond te liggen.